Nou, ik ben Mariska de Lange, 34, woonachtig in Middelsten. Ik ben getrouwd met Marco en we hebben samen 4 kinderen. Nou, wij wonen in een gebied waar meerdere aardbevingen geweest zijn. En de afgelopen jaren zijn ze vrij heftig geweest. Vorig jaar is er een grote geweest van 3,8 op de schaal van Richter. Wij waren zelf niet thuis, maar bij thuiskomst lag onze hele hal onder de gruis. Stukwerk wat geknapt was, onze tegelvloer die kapot was. Diverse scheuren. Om de buren stonden hier buiten te kletsen. En die zagen gewoon de weg gewoon helemaal bewegen. Dus dat is echt heftig. Door de NAM en Veiligheidsregio Groningen is een risicowijze verspreid. Het is hier huis in huis gebeurd. Daar staat in dat je moet zorgen dat je niet in de buurt bent bij dingen die kunnen vallen. Dus spiegels die misschien loshangen of schilderijen. Of van die buffetkasten die van de muur kunnen komen omdat ze topzwaar worden. En daar staat ook in dat je naar buiten moet gaan. Daar hebben we met de kinderen mee afgesproken. We verzamelen met z'n allen op de mat. En daarna gaan wij de straat op met z'n allen. En dan zorgen we dat we goed vrij staan. Want je hebt dan schoorstenen die ook bij een eventuele grote aardbeving ook naar beneden kunnen komen. Je hebt ruiten die kunnen knappen. En als wij allemaal veilig zijn, als wij dat allemaal weten, dan gaan we kijken of we voor de buren iets kunnen doen. Nou, als ik andere mensen zou kunnen adviseren, dan adviseer ik ze om de risicowijzer gewoon bij de hand te houden. En ik zou mensen toch ook aanbevelen om water in huis te halen, batterijen en een zaklantaarn. Dat zou ik zelf wel in huis hebben. Af en toe ga ik even naar veiligheidsregio-groningen.nl, dit is mijn site. En daar staan al veel heel veel tips op. Ik heb nog geen radio maar batterijen, want dat raden ze eigenlijk ook aan. Maar je kan bijvoorbeeld in de auto gaan zitten en dan je autoradio aandoen. Zelf heb ik ook nog mijn foto's en mijn harde schijf in plastic bakken opgeruimd. Die heb ik allemaal boven staan. Mocht de dijk in Volsen vandoor gaan, dan komt hier een halve meter water te staan. En om mijn spullen te beschermen heb ik dat toch allemaal opgeruimd. Dat heb ik vorig jaar meteen gedaan in augustus. Dat geeft mij wel een goed gevoel. En op het moment zelfs, echt heftig, ga ik eerst gas afsluiten. En daarna ga ik de elektriciteit afsluiten. En daarna doe ik de waterkraan dicht.